De terugkeer van Humberto Tan als presentator van RTL4's weekendtalkshow is een succes. De zaterdageditie blijft een zorgenkindje. Praatprogramma's werken minder op deze uitzendavond, maar op de zondag wist hij gisteren 791.000 kijkers te pakken. Daarmee zette hij een mooie 19% marktaandeel neer. Joost Maaiburg, verslaggever van RTL Boulevard, merkt in zijn kijkcijferanalyse fijntjes op dat Humberto daarmee beter scoort dan Eva Jinek de hele week heeft gedaan. Zij scoorde van maandag tot en met vrijdag tussen de 500.000 en 717.000 kijkers. Kijkcijferkenner Tina Nijkamp, die gisteren zelf bij Humberto aan tafel zat, spreekt van prachtige cijfers. En maar liefst 21,9% marktaandeel in de jongere doelgroep. Daarmee is hij de winnaar van het tijdslot in die doelgroep. De grote winnaar op primetime was NPO1's Heel Holland Bakt met 3,1 miljoen kijkers, 48% op NPO1. Prachtige cijfers, de vorige finale scoorde veel minder, namelijk 2,4 miljoen kijkers afgelopen mei, aldus Tina. Het betreft echter geen record. Is het een record? Nee, dat helaas niet. Zo scoorde de finale in 2017 3,4 miljoen kijkers. De stamhouder wist direct na Heel Holland Bakt nog 1,2 miljoen kijkers, 27%, te boeien. Het meest bekeken alternatief voor Heel Holland Bakt was de Edson da Grasse Show The Floor met 917.000 kijkers, 15%, op RTL4. Hij is daarmee de nummer 2 om 8 uur 's avonds. Verder keerde Media Insight terug met 452.000 kijkers, 9%, op NPO3 en pakte Alberto Stegeman op SBS6 een publiek van 539.000 kijkers, 13%. Direct daarvoor deed de cabaretshow Nederlands Hoop van Patrick Lauwrij het bagger met 225.000 kijkers, 4%.